of weinig of het streven, maar je zal merken dat het moet lukken, het kan ook wel. Vanuit de Torah, vanuit de Halacha, kunnen we ontzettend veel leren over eigenlijk ook hoe we in elkaar zitten. En daarmee kunnen we dat misschien ook beter hanteren. En dat is natuurlijk wel zeer praktisch. Zeker in de maand als Elul. Vandaag is het Rosh Chodesh allemaal goed. Chodesh is natuurlijk gewenst een goede maand. En Rosh Elul is in de dienst van Teshuwah. Dat we zeggen tot inkeer. Eigenlijk tot jezelf keren. En tot het goddelijke in jouzelf keren. Ik hoop er zo op terug te komen. Maar ik wil toch even een korte toelichting geven. Op deze titel en op het motto van deze titel voor de komende weken. Verwacht alleen niet wonderen dat we vandaag al helemaal tot de core business ervan komen. Want dat zal zeker wel, denk ik, nog misschien wel 2 maanden in beslag nemen. Dus Paul, je voorlopig niet te vragen naar een nieuwe titel. Ik heb nog, denk 45 jaar geleden, heb ik weken, misschien wel een paar maanden eigenlijk, doorgebracht. Had ik een speciale soort plastic jas aan, plus een mondkapje lang voor de corona en handschoenen in de archieven van Roos Italiana op de Singel in Amsterdam. Roos Italiana, een bibliotheek van allemaal Joodse geschriften, boeken, blaadjes, drachot, toespraken, alles. Een bonte verzameling, maar ook vanuit de 19e eeuw, sommige uit de 18e eeuw nog, uit de 20e eeuw bijna niets. En wat er toen, wat ik me nog wel herinner is, het was ontzettend stoffig. Er was daar echt in tientallen jaren, was daar absoluut niemand geweest om een klein beetje de boel te ontstoffen, of wat dan ook. Maar ik was daar voor mijn studie en het was, wat ik daar heb aangetroffen, er was natuurlijk ook wel bij dingen bij waar je niks aan had. En er was ook gewoon rotzooi bij. Maar er was ontzettend veel hele kostbare zaken bij. Waar ik heb stapels aantekeningen gemaakt. Die heb ik nog steeds. En ik heb heel wat mondkapjes lang voor corona daar versleten. Want je kon daar echt niet met je gewone kleren aan. Dan werd je ongelooflijk smerig. En ik zal nooit vergeten. Dat ik trof daar, er was in Wageningen, in de hele Kodesh Wageningen, of van alle keer, overal had je Joodse gemeentes. Daar hadden ze een rabbijn, die rabbijn heette trouwens Lopez Cardoso, een Portugese naam, maar ik heb uit zijn werk en wat hij daar heeft gezegd, niet kunnen ontdekken dat hij echt een Portugees in zijn uitvoering was. Hij sprak ook in duidelijk in het Roosters, de Askenazische uitspraak had hij. Ik heb honderden en honderden toespraken die rabbijnen hebben gehouden, die lagen daar opgeslagen. Vaak met aantekeningen, soms helemaal uitgewerkt, vaak in moeilijk te lezen handschrift. Ik kan jullie garanderen dat sommige van deze toespraken, drashot, waren moeilijker om te ontcijferen dan een gemara. Door niet alleen niet zozeer het handschrift, maar het Nederlands. Het Nederlands was echt van dat belagen, kurkdroge, omslachtige, een beetje analytische 19e-eeuwse Nederlands. Nou, dat was. Ik heb zo heel vaak dingen 5 tot 10 keer moeten, uiterst geconcentreerd moeten overlezen. Om alleen al maar te begrijpen. Ook jij, zo wat tof trouwens. Om alleen al te begrijpen. Wat zou die nou be hebben bedoeld? En dat was best wel heel moeilijk. En op een gegeven moment, en daar kom ik ook wel waarom de titel van de komende Shiurim, de komende Zoom-bijeenkomst op de zondagochtend. Er was in zijn Kehillat Wageningen, was er een jonge man, teruggekomen man, die had een aantal jaren geleerd in Rusland. En die had geleerd in de yeshiva van Rabbi Naftoli Tzvi Yehuda Berlin. Bekend staande als de Netziv. Ga maar eens googelen wie de Netziv was. Dat is gewoon behoorde tot de grote gezaghebbende rabbijnen en commentatoren op de Torah van de 19e eeuw. En rabbijn Lopez Cardoso, toen uit Nijmegen, die vroeg aan die jonge man op een gegeven moment, toen hij bij hem weer kwam, en zegt: Welkom in onze kela. Kan je nou vertellen, wat is nou het belangrijkste wat je daar hebt geleerd? Kan je daar iets van vertellen?
En nou, je had natuurlijk veel Gemara geleerd. En dat werd in Nederland weinig gedaan, Gemara leren, het Talmud leren. Dat is, was in, ergens in de Nederlandse religie toch niet. Had natuurlijk veel Chumash geleerd, Torah. Zegt hij, het belangrijkste wat ik daar heb geleerd is, ik heb er nog eens over gedacht. En dat heb ik niet alleen geleerd, ik heb dat ook in mijn leven, heb ik dat een plaats gegeven, dat er kan geen liefde zijn als er vrees is. Nou, dat is natuurlijk een stelling, een uitgangspunt, een zienswijze, die voor ons heel erg ja, onwerkelijk zou moeten zijn. He, je, als je hebt kinderen waar je zielsvrees van houdt, je hebt een man of een vrouw waar je zielsvrees van houdt, en dat gaat altijd gepaard met vrees. Oei, zou hen niet overkomen. Oei, bang dat er iets gebeurt met waar je heel veel liefde voor hebt. En de liefde gaat toch altijd gepaard met gehechtheid en dergelijke. Dus alleen al het uitgangspunt, er kan geen liefde zijn als er vrees is, dat prikkelt tot nader onderzoek. Nou, dat is dan ook het motto van de komende weken. Maar het interessante is, hij zei er nog iets bij. Hij zegt, als je het ziet, de waarheid hiervan, en beseft de waarheid hiervan, dan weet je wat meer wie HaKadosh Baruch Hu is, wie God is. En dat is natuurlijk buitengewoon interessant. En in dit verband, daar wil ik nu beginnen met inhoudelijk, maar het woord liefde en vrees zal vandaag waarschijnlijk weinig of niet worden aan bod komen. Wel een ongelooflijk verhaal, wat ik niet uit Rosenthalianen heb, maar wat ik absoluut met jullie wil delen. Een verhaal wat ook heel veel zegt eigenlijk over hoe wij in elkaar zitten. En daar gaan we elke week, wil ik daarmee een stapje verder gaan. Het punt is dat, laten we beginnen met, als we het hebben over zelfkennis, over onszelf. Hè. We zijn geschapen, over een maand is het Rosh Hashanah, dan vieren we het feit dat wij als mensen zijn geschapen. We zijn geschapen op Rosh Hashanah. En op 25 Elul, 6 dagen van tevoren, is deze wereld geschapen. En deze wereld is voordat de wereld geschapen was er in een Kodesh Baruch Hu. Toch, er is een Gemara in Psachim 54a, ik noem het erbij, je kan het allemaal nakijken. Sefaria heeft de Talmud in het Engels en ook andere uitgaven. Ten eerste gaat het naar om mij te controleren, is altijd goed. Je moet altijd alles controleren wat er wordt gezegd, maar ook om eventueel daarmee verder te gaan. En de Gemara Psachim Noen Hei Omut Alaf, dus 54a, die zegt dat voordat deze wereld is geschapen, zijn er 5 dingen geschapen, nog voor de wereld zelf. En daar wil ik het eerst over hebben, want dat heeft ook natuurlijk direct met ons te maken. Ten eerste is de Torah geschapen. De Torah was er al voor de wereld. Wat is de Torah? De Torah zoals wij die kennen, maar de Torah, hoe kan dat nou? Die geschiedenis lag toch niet vast? Je hebt toch de vrije keus? Hoe kan dan de Torah of wat er voor zijn geschapen? Nee. De Torah is letterlijk, betekenis van Torah is de wil, de geest van een Kodesh Baruch Hu, zoals die zich uit. Dat betekent, voordat deze wereld werd geschapen, had de Kodesh Baruch Hu al een bepaalde zogeheten, zogenaamde gedachte, een wil, een motivatie, een idee van wat hij van de wereld. Dat is een ontzettend belangrijk principe. Want er zijn heel veel mensen die denken dat de Torah is een product van deze wereld. Dat deze wereld is op een gegeven moment geschapen, en dan zeggen ze nog dat die geschapen is. Dan heb ik het nog niet over de zogenaamde evolutionisten. En dan op een gegeven moment is de Torah gekomen. Dat is dus in strijd met onze eigen traditie. Is in strijd niet alleen met onze traditie, zoals wij dat zien, zoals wij de werkelijkheid zien. Want toen HaKadosh Baruch Hu deze wereld heeft geschapen, op basis van welke normen, waarden, criteria, welke blauwdruk heeft hij de wereld geschapen? En is het antwoord, dat heeft hij gedaan op basis van de Torah. Hij heeft eerst de Torah geschapen. En heeft hij de Torah als het ware in zijn hand genomen als een blauwdruk. En gebaseerd daarop heeft hij de wereld geschapen, inclusief ons mensen. Dus met andere woorden, de blauwdruk voor ons als mensen,
Dat is de Torah. En dat was al voor de schepping van de wereld. En de mens wordt ook een olam katan genoemd. Elk mens is de wereld. Wat wordt daarmee bedoeld? Elk mens is even belangrijk als de hele wereld. Nee, zelfs nog belangrijker. Waarom heeft Kurdus Borgo de eerste mens al één mens geschapen? Om dat duidelijk te maken. Dat de hele universum was de moeite waard om te scheppen voor één mens. Zo belangrijk is één mens. Het belang van één mens is onwerkelijk, is onbegrensd, is tijdloos. Dus dat houdt in dat daarom worden wij ook een wereld in het klein genoemd. Als je één mens het leven kan redden, daarvoor zou de hele wereld moeten worden vernietigd. Dat is natuurlijk geen reële optie, want dan wordt iedere mens vernietigd. Maar stel je voor, je zou in theorie iets hebben van dat de hele wereld wordt vernietigd, het hele universum wordt vernietigd, maar alle mensen zouden kunnen blijven leven ergens en misschien in een soort parallel universum of zoiets. Dan zou dat moeten om één mensenleven te sparen hier gewoon in zijn lichaam. Zo belangrijk is een mensenleven. Oneindig belang. Oneindig. En waarom? Dat staat in de Torah. Begrijp hem. Je zal erbij leven. De blauwdruk voor deze wereld, voor de mens en alles, is de Torah. Die is als eerste geschapen voor de wereld. Het tweede wat is geschapen voor de wereld is Teshuvah. Teshuvah is wat nu verbonden is ook met de maand Elul. Het is heel interessant dat de maand Elul, die elke maand wordt in verband gebracht met een stam, een van de 12 stammen die we hebben. En de maand Elul wordt in verband gebracht met de stam Gad. Gimel Dalet, Gad. Want toen, Gad is een zoon van Zilpa. En Zilpa was een van de bijvrouwen van Jacob. We noemen het een bijvrouw. In feite, het woord bijvrouw dat heeft iets minderwaardigs, iets bijkomstigheid. Maar wanneer we bestuderen de achtergrond hiervan, dan zullen we zien dat die zogenaamde bijvrouwen, een veel belangrijkere rol hadden, en misschien nog wel veel hoger stonden dan de zogenaamde hoofdvrouwen, die de aartsmoeders werden. Dat is typisch Jood. Misschien dat we daar later nog op terugkomen. Maar Zilpa heeft geboorte te geven aan Gad. En toen Gad werd geboren, heeft Lea. En Lea was dan de bazin over Zilpa. Heeft Lea gezegd, ba Gad. Nu komt Gad. Is Bad Gad gekomen? Waar is gekomen? Nu is Bad gekomen. Wie is Gad? Geluk. Geluk is nu gekomen. Geluk. Een gevoel van geluk. Een gevoel van welzijn. Met Elul is een gevoel van welzijn gekomen. Van geluk. Maar het is ook zo dat begat, met gat, beget, is niet alleen een kledingstuk, maar beget is ook, lief God, bedrog. Bedrog. Wat is het verband tussen welzijn, kledingstuk en bedrog? Ten eerste, bedrog is het bedekken van de werkelijkheid, de waarheid. Zoals een kledingstuk ons lichaam bedekt. Ons lichaam, wat de waarheid is, zoals zo zijn we ook geschapen. Zo waren we ook in het Dan Eden, in het paradijs. De eerste mensen waren naakt, hadden geen kleding. De beget bedekt, het woord bedekken. Het is dezelfde letters. Misschien dat daar etymologisch verband mee is, dat zou me niet verbazen. Want de oertaal is toch altijd de Lashon Kodesh, het Hebreeuws. Maar wat heeft dat dan weer te maken met het geluk? Het bedrog, wat is met geluk? Bedrog, bedekken, wat heeft dat met elkaar te maken? En vooral, wat heeft dat te maken met de Shua, tot inkeer? Hier staat, ik heb hier op dit moment op het scherm geschreven, dat de internetverbinding niet altijd even stabiel is. Als jullie dat zo hebben, moet je er maar, als het kan, duidelijk maken. Ik kan altijd verhuizen naar een ander vertrek hier, waar zeker de internet iets beter is. Maar omdat ik wil even een klein huishoudelijke mededeling doen. Dat moment is een, het gezin van mijn zoon hier uit Israël.
en met twee kleinkinderen. En dus om in huiskamer nu te leren, dat zou wel eens niet geheel ongestoord. Het woord gestoord vind ik hier ook gepast eigenlijk, maar niet ononderbroken kunnen plaatsvinden. En daarom ben ik hier even boven gaan zitten. Goed, voorlopig hoor ik nog geen protesten. Dan schijnt het toch wel redelijk te gaan. Goed, baguette is dus bedekken. Baguette is bedrog, maar het is ook dus geluk. Een geluk. Dankjewel, Simon. Het is een gevoel van geluk, een gevoel van welzijn. Wat is het verband? Teshuwah. Teshuwah is letterlijk terugbrengen, tashuv he, het terugbrengen van de he. De he, het woord de Hebreeuws teshuwah, kan je lezen als tashuv he, je brengt terug de letter he. We zijn geschapen met de letter he, de he is een h. De h is de enige letter die we uitspreken met onze adem. Dat wat ons in leven houdt. Letter he is de meest fundamentele levensletter, zoals dat heet. Dat is de letter H. De H is het fundament van ons leven. Als we niet meer kunnen ademen, kunnen we letter H niet uitspreken. De P nog wel. De S allemaal met de lippen, met de tong kunnen we nog een aantal dingen doen. Maar om de H uit te spreken, hebben we de adem nodig. En Lacunus Borgo heeft de mens tot leven gewekt door hem adem in te blazen. Door het Adam, ons woord, het woord adem komt van Adam natuurlijk, ook de mens. Dus Tarsofé, wat betekent nou terugbrengen van die levensadem? Dat betekent dat we het fundament waarom we zijn, terugbrengen naar Kortsburger, naar God. Dat tot één keer betekent tot jezelf inkeer. Tot één keer betekent naar je diepste innerlijke zelf gaan. En dat is God. Iedereen kent de woorden van de verlichting, Descartes, cogito ergo sum, ik denk dus ik ben. Dat is volkomen in strijd met zoals wij daar tegenover staan. Natuurlijk, denken is heel belangrijk. Maar wij zeggen, nee, wie ben je? Je bent in je wezen, ben je God. Niet in het diepste van je gedachten, in het diepste van je wezen. Je gedachten kunnen allemaal fantasieën hebben. Je gedachten kunnen beelden hebben van God. Dat betekent dus dat als je teruggaat naar je core business, je eigen wezenlijke zelf, dan ga je terug naar die Jiddische neshama, naar je ziel. En naar het goddelijke in je. Waarom is het zwaarste misdrijf naar God toe? Niet naar de medemensen toe. Maar naar God toe in de Joodse traditie. Het zwaarste misdrijf wat er bestaat is afgodendienst. Het buigen voor een afgod. Waarom is dat zo zwaar? Wat maakt het uit? Je buigt even en daarna ga je vrolijk verder. Waarom kan je niet en buigen voor een afgod en toch God dienen? Bestaat niet. Waarom? Als jij buigt voor een afgod, met een mens van vlees en bloed, nou, heb je een probleem, je vergis je, je hebt een waanvoorstelling, je bent op het verkeerde pad. Dat zei zo. Maar het erge is, jij laat God buigen voor dat afgod. Want als jij buigt, buigt God met jou mee. Want die is jouw ziel. Jouw ziel is goddelijk. Dus jij trekt God mee en je vernedert je wil, de schepper van het universum, van jou, voor alles. Wil je vernederen door hem te laten buigen voor die afgod. Dat zorgt ervoor dat, dat het een zwaar misdrijf is. Nou, kunnen ze naar God zelf toe. Er zijn trouwens zwaardere misdrijven, maar die zijn tussen mensen onderling. Dus voordat deze wereld is geschapen, heeft de Godesborger dus niet alleen de Torah geschapen, maar ook de Teshuwa. Dat betekent de kracht en het bewustzijn en de mogelijkheid die de mens later zou hebben, door zichzelf, zijn goddelijke ziel, terug te brengen naar Kodesh Borgo. Op het moment dat wij een mitzwa doen, een gebod, of dat wij bewust een verbod niet doen, op dat moment keren wij ons alweer, brengen we onze goddelijkheid terug naar Kodesh Borgo. Dat kunnen we dus honderden keren per dag doen, tientallen keren per dag. Dat is de kracht van Teshuwa. En in de maand Elul wordt daar de nadruk op gelegd. Alsjeblieft. Heel veel mensen hebben een misvatting. En het is, geloof me, een grote misvatting. Om te denken
dat teshuwa gewoon iets is van spijt hebben voor wat je hebt gedaan. En sorry, en je op je, op je hart bonken van, oh, ik heb dit verkeerd gedaan, en dat verkeerd gedaan, en zus verkeerd gedaan, en zo verkeerd gedaan, en alles verkeerd gedaan. Dat kan zelfs een grote avera, een grote overtreding zijn. Omdat je daarmee kan werken aan een verschrikkelijk negatief en slecht, ik zou bijna zeggen, Calvinistisch zelfbeeld. Wat een zondaar ben je toch? Nee, Akkordesboergoed denkt niet in de termen van zondaar en niet zondaar. Wel, wij zijn zonden, zij zijn overtredingen, niet overtredingen. Maar we hebben allemaal, zijn we goddelijke wezens. En het is juist de bedoeling om op een positieve manier te zien dat we, dat natuurlijk, hebben niet alleen de goddelijke ziel, we hebben ook een stuk aarde. En we zijn ook aards. Hè? Het woord Adam is van Adama, aarde. Maar Adam is ook van Domé, lijken. Lijken op wie? Op God. Hij heeft ons gemaakt met zijn melokim, naar zijn beeld. We hebben dus tegenstrijdigheid tussen het goddelijke en het aardse, natuurlijk, het menselijke. Die tegenstrijdigheid hebben. En die tegenstrijdigheid, dat betekent dat kan nooit slecht zijn. Want het aardse is niet slecht. Je kan het aardse slechte dingen mee doen, maar met het goddelijke ook. Alles. Het is ook niet voor niks dat in de Askenazische traditie, dat als we zeggen we hebben dit verkeerd gedaan en dat verkeerd gedaan, dat we dat niet zeggen. Dat we dat zingen. En de melodie waarmee we dat zingen is nog een vrolijke melodie ook. Want we zijn Akkordesboergoed dankbaar. En we zijn de bewijsbreker, we hebben de simge, we hebben de vreugde om. We hebben de vreugde om dat we dit kunnen, dat we ook in vrijheid en in bewustzijn kunnen zien de dingen die we tekortkomen. Daardoor kunnen we het teshuwa doen. Kunnen we dat terugbrengen naar Akkordesboergoed. Je zou bijna kunnen zien als een man die iets verkeerd tegen zijn vrouw zegt. En zijn vrouw is een beetje gekwetst. En dan maken ze het goed. En als ze het goed maken, dan geeft dat bij beide een gevoel van diepe liefde weer. Kan dat zijn. Teshuwa is al geschapen. Die kracht en die mogelijkheid nog voordat de wereld is geschapen. Dus teshuwa erin. Het terugbrengen. Het derde wat geschapen is, voordat deze wereld werd geschapen, is het Gan Eden, het paradijs. Ik wil toch eventjes, ik wil niemand te hard confronteren of te veel kwetsen. Maar ik citeer werkelijk, ik citeer niet alleen grote chassidische rebbes, ik citeer hele gezaghebbende rabboni. En ik citeer ook, niet in het laatste wat Arizal in de Kabbalah. Er zijn nog altijd mensen, waarschijnlijk gevoed door bepaalde aspecten van het katholicisme en het christendom, die hebben een beeld van de Akkordesboergoed van God als een soort boeman. Als een soort hele strenge, hel- en verdoemenis prekende, goddelijke dominee of zo. En die hebben ook de idee van alles wat we doen is verkeerd en alles is de hel en we zijn allemaal verdoemd. En zeker Nederlanders hebben dan nogal eens last van met dat Calvinisme. Niets staat verder af van ons, van onze werkelijkheid, van de Joodse werkelijkheid als dat. En hoe weten we dat? Wat is het allereerste communicatie van Akkordesboergoed met een mens? In de Torah staat het. Als je goed kijkt. Wat is het allereerst wat de Akkordesboergoed ooit heeft geuit naar een mens toe, naar Adam? Nou, het eerste wat hij zei is, je mag van alle bomen eten. Als je ergens op bezoek komt, hè, wat doe je? Het eerste, als je het een beetje menselijk gevoel hebt, iemand komt bij je op bezoek, het eerste wat je doet is, je biedt hem een kopje thee aan, koffie, of koffie met slagroom. Maar in ieder geval, je biedt hem iets aan. Je biedt hem iets aan. Je wil hem verwennen. Je wil dat hij naar zijn zin heeft. Dat hij iets prettigs voelt. Akkordesboergoed, hele motivatie, hele instelling was de mens te verwennen in het Gan Eden. Waarom moest hij daar dan zo nog die ene boom in zetten waar we niet van mochten eten? Omdat Akkordesboergoed, omdat God weet wat om in elkaar zitten. Je kan geen Gan Eden hebben als je niet ergens ook een stukje van jezelf in zit.
Wat betekent van jezelf dat je het ook ergens hebt verdiend? Dat je er ergens voor hebt gewerkt? Dat je er iets voor hebt gedaan? Met andere woorden, er moest een boom zijn wat jou ertoe leidt, bij jou, dat je even beheerst. Dat je gewoon even toch een stukje beheerst. Daarom is die boom er. Goed, we hebben dat niet aangekund en de gevolgen laten zich duidelijk zien tot en met vandaag de dag. Maar ook vaak niet op een manier dat we dat realiseren en beseffen. Nogmaals, de komende tijd zullen we daar ook veel dieper op ingaan. Dus het vierde is het Gan Eden wat is geschapen. Maar met het Gan Eden is ook het Gehennem, de hel, geschapen. Maar de hel is niet een hel van Dante. De hel is net als de Shuwa de mogelijkheid om ons te repareren. Er wordt gezegd, de Gemara zegt, het Gehennem is busha, schaamte. Als je voor iets schaamt, heb je al de hel. En daarna is het voorbij. Dan heb je de hel al gehad. Dan ben je de hel voorbij. Dan kan je voluit van het leven genieten. Dan kan je voluit dankbaar zijn. Eén moment van schaamte. Schaamte is ook bloedvergiet. Hè? Je loopt rood aan. Letterlijk rode bloed stijgt naar je hoofd. Is een vorm van bloedvergiet. Schaamte betekent realiseren wat verkeerd is. En door dat te realiseren, ga je het goede doen. En het verkeerde laat je. Dus dit is het derde wat de Kodesh al heeft geschapen voor deze wereld. Dit zit zo in ons. Daarom de drang in elk mens. Wat heeft in elk mens de drang? Om van deze wereld een mooiere wereld te maken. Een Gan Eden weer. Een Gan Eden, het paradijs, als het ware, terugverdienen. En misschien heeft de vakantie daar ook wel mee te maken. Maar dat weet ik niet. Er is toch een bekende Amerikaanse psycholoog geweest. Bestsellers geschreven over psychologische boeken. Dat is een of andere hoogleraar van een bekende universiteit. Hoe heet hij? Niet de Harvard, maar die Andy Yale. En die heeft in Amerika het best zelfs geschreven over de psychologische aspecten van vakantie. Geweldig. Daar heeft hij over dat, maar hij stelt dat ook. Toevallig is deze professor een orthodoxe Jood en ook een Talmid Chacham. Hij heeft veel de Talmud bestudeerd. Hij ziet dat de mensen. Hij stelt wel, het motto is. Dat staat een mot op de titelpagina, kunnen we het allemaal meenemen. We hebben net vakantie gehad misschien. Nou, we gaan juist over de vakantie, want er wordt toch gezegd, hè, dat je bent nooit zo aan vakantie toe als de week na vakantie. Maar goed, dus, en ik praat uit ervaring dat ook echt zo is. Ik was altijd na vakantie en vakantie toe. Maar toen moest ik nog het schooljaar beginnen. Maar deze professor heeft als motto, hij zegt, massa's mensen houden zich intensief bezig en focussen zich geheel op wat ze in die 2 weken vakantie gaan doen. Maar ze doen dat nooit als ze zich zouden moeten afvragen, wat gaan we met ons leven verder? Ik weet dat mijn vader Ole Scholem, die had altijd een uitspraak, die zei altijd, vakantie, dat is het gezinsleven voortzetten in een wat moeilijkere situatie. Maar goed. Maar dat is even het streven naar iets moois. Het streven naar een soort vrijheid. Het streven naar soms ook naar los van alles. Het kamperen, het primitieve. Even los van alles, de bevrijding van alles. Het zoeken naar iets. Een soort, er wordt gezegd in die werken van deze Amerikaanse leraar. En dat vinden we ook wel op een bepaalde andere manier terug bij ons in de traditie. Het is een soort zoeken naar het Gan Eden. Heel vaak doen wij dingen zonder te verstaan waarom we dat doen. Vakantie is ook een soort zoeken naar het Gan Eden. En dat moet je niet zijn, ik heb een keer een man gesproken die zegt, ik heb altijd bonje met mijn vrouw als we het over de vakantie hebben. Ik zeg, hoezo? Hij zegt, nou, ik wil naar Ibiza. En ik zeg, en je vrouw? Ja, het probleem is, ze wil mee. Nee, oké, dat is even terzijde. We gaan nu verder met ondertussen. De Gan Eden is het derde, Gan Eden en Gehennem, het derde. Helemaal al die... deze wereld is geschapen. Dan het vierde van wat de Kodesh Boer geschapen heeft voor deze wereld heeft geschapen. Dat is dat wordt genoemd het Kisei HaKavod, de goddelijke troon. En wordt ook weer vergeleken met de Beit HaMikdash. Wat houdt dat in? Wat is de goddelijke troon? Wat is de Kisei HaKavod? Interessant om dat natuurlijk even te realiseren.
dat betekent, God, dat, wat moet ons daarmee voorstellen? Een troon waar een koning op zit? Dat is daar. Nee, de Tzeach wordt de goddelijke troon. De Beit HaMikdash is de zichtbaarheid dat er een God is. Dat er een HaKadosh Baruch is, dat er een schepper is. De zichtbaarheid, niet zoals wij de bomen en de bloemen zien, maar dat de bewustzijn eigenlijk, de awareness zeggen de Engelsen. De bewustzijn, er is een schepper. Dat bewustzijn is al voor deze wereld geschapen, naar ons. En dan het vijfde. En het vijfde, dat heeft één, alles heeft discussie veroorzaakt, dat vijfde wel erg veel discussie. En dat is het vijfde kortsboeken voordeel. Deze wereld werd geschapen en geschapen is de naam van Moshiach, van de verlosser. De naam heeft hij al vastgesteld voordat de wereld is geschapen. En nou is het zo dat ik, ik wil daar, we hebben nog 10 minuten. En ik had beloofd nog een verhaal te vertellen. En dat verhaal heeft ook direct met ons te maken. En daarom wil ik toch die laatste keer dat verhaal vertellen. En de volgende week beginnen met te onthullen wat de naam van Moshiach is. En die zal anders zijn dan je denkt. Dat beloof ik je. Of je moet wel heel goed de Gemara gaan bestuderen en de Kabbalah om erachter te komen. Dan kom je er nog niet helemaal achter. Maar ik zal volgende week met alle bronnen onthullen wat de naam van Moshiach is. Ik kan je nu al verklappen, het is niet Wim van Dijk. Maar goed, en, wat is... Het verhaal wat ik jullie wil vertellen is een verhaal dat in de wereld gebracht is door een van de grote Sefardische Chachamim, Rav Chaim Pinto, ligt begraven in Marokko, heel interessant, hij was niet alleen een grote Chacham, er zijn heel veel moslims die zijn graf ook bezoeken. Hij stond bekend als iemand die dicht bij God in de ogen van moslim Allah dan stond. Hij was iemand die een soort, beschouwde als een soort God en wat dan ook. Hij heeft niet veel verklaringen gebracht eigenlijk op de Torah. Wel op de Gemara een aantal en op de Kabbalah. Maar hij is vooral bekend geworden op één ongelooflijk verhaal. Wat zo verschrikkelijk leerzaam is. Het verhaal is niet echt gebeurd, maar het is wel gebeurd in de hogere wereld. De Rambam die zegt dat een hele hoop verhalen ook in de Torah ook niet echt gebeurd zijn. Hè? Die zegt dat is ook dat zijn een soort profetische dromen geweest. Het zijn gebeurd in een spirituele, in een soort parallel universum. Interessant. Dat was een van de redenen dat de tegenstanders van de Rambam zelfs zijn boeken wilden verbranden. Maar goed, nu gaan we eerst over het verhaal van die Rav Chaim Pinto. Daarmee wil ik dan deze sessie voor vandaag beëindigen. Er was een man. Die was een mohel. Hij besteed kinderen. Hij was ook een zakenman. En dat ging hem erg goed. Maar de man had één slechte eigenschap. Hij was ontzettend gierig. Wie bij hem kwam voor het tzedaka. Voor een bijdrage voor dit. Een bijdrage voor dat. Een arme man die een paar centen nodig had. Iedereen. Tegen iedereen zei hij nee. Ik krijg niks. Maar het was verder een goedhartig man. Hoe kan dat zijn? Als je gierig bent, als je al geen cent wil geven voor iemand die dat nodig heeft, hoe kan je goedhartig zijn? Nou, hij was in zoverre goedhartig dat hij Brit Mila, alle besnijdenissen die hij deed, wilde hij nooit iets voor hebben. Geen cadeau, geen cent, niets. Hij vond dat een gave die hij had gekregen van Kodesh Baruch Hu, van God, en die wilde die dan ook voor niks uitvoeren. Dus de mensen konden altijd een boep op hem doen dat hij de Brit Mila deed voor niks. Dat is toch een groot iets. Op een gegeven moment wordt er bij hem geklopt. Hij doet open en er staat een kerstvetter. Een vader voor de deur. Die zegt, luister, en ik zou mijn zoontje willen besnijden. Over 3 dagen is het de 8e dag. En goed, maar de man kende de vader niet. En die zegt, waar woont u? Toen zegt hij, nou, ik woon erg ver. Daar en daar, dat is 2 dagreizen ver lopen. Goed, de mohel die zegt, nou ik heb dan niets anders, ik ga met je mee. En de vader zegt, wat kan ik u betalen? Je bent toch een paar dagen weg en de reis en alles. En de vader zegt, nee, ik doe alles voor niks. Je wil niks van hebben. Goed, ze gaan samen op pad. En na 2 dagen komen ze in een dorp. Prachtige huizen, prachtige straten, schitterend dorp.
ook absoluut niet zo, niet, geen arm, of helemaal in tegendeel. En goed, ze komen in dat dorp en ze komen bij het huis van die man. En het klopt aan en de vrouw doet open en die vrouw die ziet de Moël. En die zegt, oh wat ben ik blij dat u er bent. Komt u mijn zoontje morgen Brit Mila geven. Kom maar even kijken naar de baby. Dan mag ik kijken naar de baby, alles was in orde. En de volgende dag kon de Brit Mila plaatsvinden. Die avond, toen de vader even weg was, kwam de vrouw, die verse moeder, naar de Moël toe. En zei, ik moet u waarschuwen. Mijn man is geen gewoon mens. Mijn man is een shet, een demon. Hij is een door en door demon. Dat betekent, hij is 100% onrein. Hij is een door en door slecht iemand die alleen maar mensen eigenlijk op het slechte wil brengen. Maar zolang u niets van hem aanneemt op materieel gebied, kan u niks overkomen. U mag alles van hem horen en aannemen op spiritueel gebied, maar u mag geen cent, niet, geen eten, geen drinken, niets van hem aannemen. Want anders, zodra u dat doet, komt u onder zijn invloed terecht. Nou, de Moël heeft dat in zijn oren geknoopt. En de volgende dag, de Brit Mila, alles vlotjes gelopen, soepel verlopen, alles prima gegaan. Na de Brit Mila wilde de Moël natuurlijk weer naar huis, 2 dagen. Maar de vader zei, nee, ik moet u belonen. U mag niet zomaar weggaan. Nee, de Moël. Nou, hele discussies, maar de Moël is met succes alles af te wimpelen. Ook in zijn achterhoofd. Niet alleen dat hij nooit iets wilde hebben. Maar nu ook nog werd hij versterkt door de waarschuwende woorden van die moeder. Hè, dat iets aannemen van deze man, dat zou hem afhankelijk maken van deze slechte demon. En dat kon natuurlijk niet. Dus hij wist dat met succes. Maar, zegt de vader, nou, u hoeft daar niks aan te nemen. Maar u moet wel zien wat ik u had willen aanbieden. Nou, daar was er natuurlijk geen kwaad in. En hij zegt, ik heb 3 kamers. Die alle 3 vol zijn met schatten. En had u mogen kiezen. Welke kamer, of uit 1 van die kamers, had u dat mogen halen wat u wilde hebben. Nou, die vader, die man was natuurlijk nieuwsgierig. En de vader ging ervoor en opende de 1e kamer. En die was vol met goud. Van beneden tot het plafond, helemaal hartstikke vol met goud. Prachtig. Nog, de vader die zei nog een keer, nou, laat u zich niet verleiden. Nee, zei die vader. Hij had nog niet zo'n, jij het zo erg had niet zo'n verlangen daarnaar. De goud. De 2e kamer was vol met diamanten. Hetzelfde verhaal, liet zich niet verleiden. En voordat ze de 3e kamer ging, zei die. Zegt die vader tegen me, luister, ik ben ook niet gek. Ik weet dat jij weet dat ik een demon ben. En ik ben me bewust dat jij weet dat je niks van me mag accepteren. Maar wat jij niet weet is, dat ik weet dat als ik deze 3e kamer open, en je ziet daar wat daar is, dat zelfs jij de verleiding niet kan weerstaan om dat te nemen. En dat zal je alleen maar goed zijn. Je zal een beetje afhankelijk worden van mij. Maar je zal weten, voor jou is het niet fantastisch goed. Nou, die vader was wel heel erg nieuwsgierig. En zegt, nou, laat maar zien wat je in die kamer hebt. De demon opende de kamer. En de kamer was vol met sleutels. En de demon zegt tegen die vader, elke sleutel is een sleutel voor een slechte eigenschap. En op het moment dat iemand een slechte eigenschap heeft, is zijn sleutel hier te vinden. En dan heeft hij er niet meer de macht over. Maar als jij nu de sleutel neemt van jouw gierigheid, want ik weet, je bent geef nooit tzedaka, dan kan je met die sleutel de kamer van de gierigheid openen. En dan ben je wel onder mijn invloed, want ik heb je geconfronteerd met je gierigheid. Maar dan zal je nooit meer de mitsen van Tzedaka negeren of verzaken. Toen heeft die vader de sleutel gehad. En het Chaim Pinter vertelt, en hij is een ander mens daardoor geworden. Hij is een grote Baal Tzedoka geworden. Maar het was wel onder invloed van de slechte demon. En dit is de reden
dat dat Kodesborgen voor de wereld, zeg maar van de wereld, het Gehennem, de hel heeft. Want door de hel, door het onreine, als we daarmee worden geconfronteerd, kunnen we ook beseffen wat het goede is. De manier waarop wij met de Yetzara omgaan, met onze slechte neigingen, is fundamenteel anders dan je zou denken. Wij onderdrukken hem niet. Wij negeren hem niet. Wij pakken de sleutel ervan en proberen het ten goede te richten. Zelf schomen we niet om desnoods met een beetje onder de invloed van een onreine demon te zijn. Van Gehennem. Yetzara, zonder Yetzara zouden geen kinderen worden geboren. Zonder Yetzara zouden heel veel goede, geweldige dingen niet zijn in deze wereld. Als iemand niet een beetje eerzucht had, al is het voor zichzelf, misschien is iemand een egotripper, maar als zijn egotripperij, zijn arrogantie leidt, dat hij een geweldig bestuurder wordt en daarmee geweldige dingen doet, dat is de Joodse kijk. Dan is hij onder invloed van die demon, maar heeft hij wel de juiste sleutel. Een stukje zelfkennis, een stukje besef daarvan. Een mens is daarom, je kan niet zomaar spreken van goed en slecht. We gaan volgende week verder mee. Paul, voor de eerste keer na de vakantie weer. Enorm bedankt. Volgende week in Yad Vashem om 11 uur weer. 11 uur. Hartstikke bedankt jullie voor jullie aanwezigheid. Allemaal gezondheid. Goed goeiedes. Goeiedes allemaal. Veel plezier. Dankjewel Wim. Dankjewel. Even voor nog dankjewel. Iets vanavond. Om, even denk om 8 uur spreekt Rav Katzman. Gevolgd door Rav Golomb uit Sheffield. En hij zal ook iets over Rosh Hashanah. Jullie hebben allemaal een programma erover gehad, dus de titels weten jullie. Oké. Dankjewel. Dankjewel. Oké. Okay.